aankoppelen. Daarna je behoorlijke reducties. Dus zoals we zien, dat loopt op tot 0,27. Daar zit er wel een behoorlijk stuk geavanceerde techniek inmiddels in de woning. Wij kiezen een hele andere richting en dat levert een lagere EPC-reductie op. Dat zijn we ons ook wel bewust. Maar we hebben toch als stellingname van we houden het simpel, want feitelijk is ons systeem opgebouwd uit losse componenten. Relatief weinig techniek. Eigenlijk gewoon veel mensen die verwarren dat met ventilatie. Ze denken dat dat één of nat is. Maar dat is niet zo. De lucht door laatste tijd is eigenlijk al het lekverlies wat je over hebt. Als je de ventilatie even buiten beschouwing laat. Neem woning in gedachten, de roosters verpakken licht, de mechanische ventilatie zet eruit, de ventilatie verpakken licht. En dan gaan we kijken hoeveel lucht er nog door die schil van het gebouw heeft bij een drukverschil van 10 verstalen. En dat is de luchtdoorlatendheid van het gebouw. Nou, u kunt zich voorstellen, die luchtdoorlatendheid, dat zijn extra liters, die krijgen er gewoon bij. Die worden trouwens veroorzaakt door het aansluitdetail met name. Je kan nooit volledig luchtdicht bouwen. Altijd aansluitingen, tussen kozijnen en met buitenmetselwerk. Aansluiten tussen de muur en je dak, of de nok van het dak, de bruggen. Het is heel moeilijk goed luchtdicht te krijgen. Dus al dat soort aansluitingen bepalen de kwaliteit en met name de luchtdichtheid van de woning. Maar dat lukt nooit volledig, die luchtdichtheid. En al die litertjes, de lekverlies die je erbij krijgt, die moet je ook gewoon verwarmen in de winter. Dus die zijn niet handig voor de EPC. En de EPC-calculator die zou dus kunnen zeggen, die zou geneigd kunnen zijn, om te zeggen van nou, die factor die ik moet invoeren, doe ik gewoon 0,0. 100% luchtdicht. Nou, dat kan leuk roepen en dat scoort dan inderdaad leuk op de EPC. Maar er is geen bouwbedrijf die dat kan realiseren. Want volledig luchtdicht kan er niet. Nou, de UV10, daar is eigenlijk een voorwaarde aan gekomen. Die factor trouwens, in het EPC-programma, die wordt vermenigvuldigd op het aantal vierkante meters gebruikt oppervlak. Als ik factor 1 invoer, en ik heb 100 vierkante meter gebruikt oppervlak, dan is dus de indicatie voor de luchtdoorlatendheid 100 liter per seconde. Het type schoon verschil. En er is een soort evenredigheid tussen het gebruikt oppervlak en de schil van het gebouw. Vandaar dat je niet heel de schil hoeft in te voeren, maar alleen maar het gebruiksoppervlak met de factor om de werken. Veel mensen zeggen, hartstikke leuk die theorie, maar wat doen we er in de praktijk mee? Nou, toevallig is de QV-tanksysteem uitgeschakeld en de woning wordt op overdruk gezet en men meet gewoon simpel het aantal litertjes lucht wat wegwekt. Dus dit kan achteraf goed bepaald worden. Als je dan ontdekt dat je veel te lucht lekt gebouwd hebt, nou, dan is het vaak lastig om te corrigeren. De resultaten zijn trouwens op zich goed. Voor luchtdicht bouwen is luchtdicht prima, maar goed begrijpen. En dat heeft te maken met een vrij oud onderzoek inmiddels. En die stelt, joh, er is een risico bij roosters dat mensen die dingen dichtgooien. Nou, de richtlijn 2 meter ook al. Maar dat stuk en de oplossing daarvoor is pas heel recent in de regelgeving eindelijk aan gerespecteerd. Op basis van het oude onderzoek stelt eigenlijk de aanbeveling, hou het maar een beetje lek die woning. Als dan alles dicht gaat, dan blijft er nog wat UV10 over. Dat wil ik een soort basisgarantie voor, in ieder geval een leeftijd is. Niemand zond. En dat is jammer. Dit heeft alleen met gewone roosters te maken. Zelf leven roosters, ongeacht merk of leverancier, dan hoef je dit niet meer te handhaven. Dan was het wel degelijk luchtdicht te maken. Bij systeem D, bij mechanische ventilatie, was de factor in 2000 al 0,625 en sinds 2000 is de factor 0,4. En dat is dus behoorlijk luchtdichter dan bij systeem C. Heeft iemand enig idee waarom dat is? Waarom zou je nou bij systeem D bijna twee keer zo luchtdicht moeten gaan bouwen, en twee keer voor luchtdicht definiëren, dan bij systeem C? Als we luchtdicht bouwen gaan, in de oude zon nog twee klassen, voor de UV10, 1,0 en 0,625. In de nieuwe uitgaven komen dus de aanvullende details voor de klasse 0,4. En daar wordt het aansluitwerk dus nog belangrijker. Daar staat echt dat het echt moet met naastelbaar aansluitwerk, knevelende haakschoten. Dus
noteer het vast, hadden we nog net niet. Het is echt best van een paar dagen, hooguit een paar weken, en dan neem ik hem wel. Ja, dit verkeerd. Maar ik heb hem bijna in het woord zei, het is gewoon... Ik heb het hele EPC rapportje bij. Ze zal ook gewoon een keuze mee, want ik heb zo wel iets mee, hè. Want de PDF van aanmerking voor is, die staat al tientallen jaren. In Duitsland is dat een heel normaal product. En in Nederland wordt er ook al een jaar of 15 inmiddels bij gewerkt. Dus ik neem aan, verkoppeling en borstring. Er zit geen ventilator in. Er is een logische schakeling tussen de nacht- en dagstand die je met de vijf standbedieningen inschakelt. Die schakelt automatisch ook de warmtepomp worden. Dit is sterk een van de hoogste rendementen van Stiebel 11 op. En wat voor ons belangrijk is, het is brengloze techniek. Je krijgt dan een mooie gelaagdheid in die waterkolom. Als je dat goed onder controle hebt, dan heb je een heel hoog rendement. Mensen vragen wel eens, dan kan je onder een schuin kap van het dak plat, als je kan. Dat kan wel, maar dan doe je helemaal niks meer. En de gelaagdheid heeft het feit dat helemaal een veel beter systeem kan op zijn van maken heel smal en dan met het 5 hoog. Dus is van de combinatie, waardoor de EPC-calculator in staat is om het in één keer door te rekenen. En uiteindelijk de kopende partijen een deel bij Buter gaan halen en een deel bij Stiebel kopen. De gemiddelde reductie, en dat is weer op de referentie, rekenmodelwoning, loopt op tot 0,3. In de praktijk is die bandbreedte heel groot. In een relatief kleine woning zul je ook ontdekken in de herberekening dat de bijdrage tegenvalt over het algemeen.